in mijn vroege vrouw. Tuurlijk. Het is de plaatsvervanger van onze liefde. Het is een vrouwelijke dokter. Hoe kan je dat zeggen? Ik heb toch vrouwelijke kleren. Zeg maar dat de dokter is en geen vroege vrouw. Vrouwelijke dokters, die zitten toch niet in de vrouwen. Och, kun je maar niet meer zien. Vrouwendokters. Oh, Jarre, die doet niks aan als de vrouw nu alle legstukken repareert. Schrik toch niet zo hard. En dat zijn geen legstukken, maar dat zijn eindstukken. Kom op, hè. Dus ik heb wat meer mee nog. Maar dan hoef ik niet aan de hulp te worden. Dit is toch nog een woordendokter Kuurlei? Dat zal niets verdienen. Maar ik trek hem in de eerhoed. Schijt nu maar voeten kwaad en gooit nu maar mis. Dag dokter. Goedemiddag. Ga nu zitten. Zo. Wilt u ook niet plaatsnemen, meneer? Ja, ik wil liever eerst weer een dokter zien of vroeg je vrouw. Kom zo, doe toch stil. U bedoelt mevrouw? Ja, dokter, ik zal toe wat vertellen. Ik heb er wel een beste keer heen. Maar smaks doet er net of er niet al te goor is. En ik zie nog wel een beetje een rebel erin. Ja, ik kan er al stemmen zeggen en net wat weer. Dat meen ik dan al degene niet zo slim mee. Maar je zou er nog nooit heel goed mee worden. Netjes, waar een groot zult door niet van. Maar ja, smaks denk ik wel bij mezelf. Hij moest een beetje van wie met hem en ik moest er niet zo veel zingen. Maar ja, wat zul je toch aan doen? En geef je net een lengte en ik keukelen nog wat. Hoe is de naam? Gezul. Jans Gezul. Oud? Oud? Nee. Nog holde middag aan. Oei, men leeft niet. 42 jaar. Dat valt ook met zijn dokter. Adres? Hé, hey, zijn dok is wat. Een dokter vraagt hoe hij woont. In de Beenbrekkerstraat, dat hier. De Steenbrekkerstraat, dokter. Was? De Steenbrekkerstraat, toch? Oh, Steenbreekstraat. Ja, Steenbreek, dat is een plant, een bloem, ik begrijp het al. Steenbreek? Dat was door met je bier. Heb je toen toch in vredesnaam zo'n script geleerd, Nisa? Ja, laat verder maar. Ik wil graag u helpen, maar ik wil dan natuurlijk ook graag weten wat er aan mankeert. Wat zijn de klachten? Oh, mij mankeert niks, dokter, nee. Maar onze Jans, zei, heeft toch z'n man zo'n jukkerie in bloed, zeg. En dan loopt helemaal rood aan, hè. Nee, een klein wicht uit de termijntjes, zegt. Termijntjes. Stipjes. Ja, stipjes. Stuipjes. Juist. U kunt gerust zijn, meneer. Ik ben heus wel dokter, al ben ik dan een vrouw met een mannelijk beroep. Maar daar kan ik ook niks aan doen. Of zie je de dolomina's? Koes. U bedoelt, mevrouw?